Hey, vandaag ga ik deze leuke pakjesnagels maken. En ik maakte alvast de eerste feestelijke nail art eigenlijk. En wel een beetje gericht op Sinterklaas. Door de leuke pakjes in de kleuren van Sinterklaas. Het is een freehand nail art. En ja, ik zou zeggen pak jouw favoriete kleurtjes erbij. En doe gezellig met me mee. Als eerste heb ik mijn nagels gelakt met Friends Forever Ride. Van China Glaze. En deze komt uit de Giver collectie. Dat is een limited collectie die ik laatst bestelde via eBay. En dit is echt een prachtige, het is een beetje een wit lichtroze lak. En hiervan heb ik twee laagjes aangebracht en heel goed laten drogen. Voor het maken van de pakjes gebruik ik Color Club Lookbook en Fingerpaints Lemon Sure. Met een lak probeer ik een vierkantje op mijn nagels te maken of een rechthoek. Maar net wat voor vorm pakje je wil. En ik doe dat gewoon met het kwastje van de nagellak. Ik zet hem een beetje zo naast elkaar, zodat ik een beetje een rechte lijn krijg. Zorg ervoor dat je niet te veel op je kwastje neemt, want anders dan krijg je van die blubbers met nagellak op je nagel. Nou, dat wil je niet, want je wil zo'n recht mogelijk pakje krijgen natuurlijk. Als het niet helemaal recht is, dat geeft niet. Dat kunnen we straks met de striper wel weer goed maken, want dan gaan we alles mee uitlijnen. Nou, maak hem goed dekkend. Hetzelfde doe ik met de gele nagellak. Duw mijn kwastje gewoon heen en weer. Dan veeg ik het naar beneden. Ik zou hier geen glitterlakken voor gebruiken. Ja, of het moet al een dekkende glitterlak zijn. Maar ik zou er niet een beetje een transparante lak op doen. Want dan moet je heel vaak over hetzelfde heen. En dan worden de lijnen natuurlijk steeds minder mooi. Met een zwarte striper, en ik gebruik er een van Magnetic, ga ik nu het pakje omlijnen. En nu gaan we de strik erop maken. Eerst zet ik een kruisje, dus het lintje zeg maar, over het pakje. Dat doe ik door gewoon een kruisje te maken op het pakje. Probeer de puntjes goed met elkaar te connecten, zodat het echt heel strak lijkt. Tenminste, dat vind ik zelf heel mooi. Nu draai ik mijn hand even om. Dit zit misschien een beetje ongemakkelijk. Zeker als je het wil filmen zoals ik. Maar anders kan ik het strikje niet goed opmaken. Ik ga nu twee keer een soort half oogje maken. Zo. De ene kant gaat bij mij altijd makkelijker dan de andere kant. Zo. En dan maak ik nog twee dunne sliertjes eraan. En zo is je pakje af. Wanneer alle pakjes erop staan, kun je natuurlijk je nagels aflakken met een topcoat. Maar ik ga het lichtroze nog een beetje verder opleuken met een paar iets donkerder roze stipjes. Gewoon om het een feestelijk tintje te geven. Dit hoeft niet. Dit is echt puur optioneel. Dan is het nu wel tijd om een topcoat aan te brengen. Zodat je pakjes de hele dag, of misschien wel langer, mooi op je nagels blijven zitten. Ik wens jullie een hele fijne Sinterklaas, kerst, cadeautjes, pakjes tijd toe. Ik hoop dat ik jullie een beetje inspiratie heb gegeven met deze nail art. Als je ze na gaat maken, zou ik het heel leuk vinden als je mij een foto stuurt via Twitter, Facebook of Instagram. De linkjes kun je hieronder vinden. Ook alle benoemde producten uit deze tutorial kun je hieronder en op mijn blog vinden. Bij deze bedank je voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!